Is het gezond om zenuwachtig te zijn? We gaan naar de boekmakers. We spelen Herman Ten Katen. En dan gaan we de meeste geld winnen vandaag. Het was precies warm. Yo, mijn naam is Herman Ten Katen. En al vanaf 2016 ben ik een van de drijvende krachten achter de community van Beat Cycling. En in al die jaren ben ik zoveel mogelijk nieuwe uitdagingen en avonturen aangegaan in mijn beatshirt. Maar dit jaar ga ik iets heel sicks van mijn bucketlist afstrepen. Want in 2021 krijg ik de kans om te kijken hoe ver ik kan komen als professioneel wielrenner in ons eigen Beat wegproef. Kan ik dit niveauverschil nog overbruggen? Hoe ga ik het combineren met mijn werk bij Beat en hoe ga ik om met de stress, tegenslagen en andere uitdagingen die sowieso op mijn pad zullen gaan komen? Dit is mijn profavontuur. Yo, een beetje een gek begin van deze video, want het gaat namelijk over mijn profdebuut in Rudder voor de Koersen. Eindelijk mocht ik mijn profdebuut maken na 6 maanden voorbereiding. Ik heb dan ook mijn uiterste best gedaan om jullie daarin mee te nemen, om video's te maken van de voorbereidingen, van de sfeer rond de koers. Maar bij de koers is mijn SD-kaart gecrashed van mijn telefoon. Ik heb het niet kunnen fixen, dus ik ben bijna al mijn beelden kwijt. Dus je vliegt er straks in de kleedkamer van Rudder voor de Koersen. Spoiler alert, dat was in de truck waar alle fietsen staan. Dus daar gaan we oppakken. Maar ik denk even goed om uit te leggen waar het over gaat. Wat ik zei, na 6 maanden voorbereiding mocht ik eindelijk mijn profdebuut maken. In een profkermiskoers. Dan denk je misschien, wat is dat? Ja, dat is dus geen officiële internationale UCI-wedstrijd. Die op tv komt, et cetera. Maar een profkermiskoers is echt bizar hoog niveau. Spoiler alert, we reden 170 kilometer met een gemiddelde van 48 kilometer per uur. En het deelnemersveld wordt gevuld met name door continentale renners zoals ik en zoals ploegen zoals Beat. Maar ook door renners van pro-continentaal niveau en zelfs World Tour niveau. Mijn verwachting vooraf, geen idee. Ik wilde op zijn minste koers uitrijden, ik hoopte op meer. Ik voelde me er super klaar voor, goed getraind en met name ook goed uitgerust voor de wedstrijd. Dus we gaan kijken of ik mijn doelstelling heb gehaald, die wedstrijd uitrijden. Komt-ie. Oh, wat zei je? Ik kan mijn broek aftrekken. Het is geen glamour, hè, hier, Stefano, bij de kermiskoers. Het vriert. Nog 3 kwartier voor de koers. Nog steeds iets zenuwachtig eigenlijk. Sven, is het gezond om zenuwachtig te zijn? Eigenlijk wel. Wel een beetje, hè? Eigenlijk wel. Ik hoop... Dat komt zo meteen nog. Ik voel wel dat ik naar de wc moet weer, dus voor de derde keer. Dus misschien is het stiekem wel onderuit. Klein beetje. Ik denk dat je op scherp staat, jongen. Ja. Maar ik heb er vooral zin in. En dan gaan we het zien. Wat is de tactiek? De tactiek is, we gaan naar de boekmakers. We spelen Herman Ten Katen. En dan gaan we het meeste geld winnen vandaag. Goed, wat zou de quotering zijn? Ik denk de quotering zal staan aan 100. Dus als we 1 euro inzetten, kunnen we heel veel winnen. Oei, dat ga ik ook inzetten. Zou je inzetten op jezelf? Mag dat? Ja, mag. In België wel. Winst mag altijd. Hè. Het is Herman zijn debuut. Dus dat is wel heel speciaal. En ik zou zeggen, neem hem mee. Neem Herman mee. En Herman zou ik zeggen, speciaal succes. En trek je op aan de jongens en doe je voordelen mee. Het is komen ze aan de finish en start de koers echt voor 170 kilometer zo op. Dat is Herman en dat is iemand die eventjes renner is geweest heel vroeger. En krijg nu de kans bij Beatcycling om hem te tonen als eigenlijk een niet-renner te zijn. Lekker kant hier, staat voor iemand van Beatcycling. De vaste camera en daar zijn ze. Nou, komt door iemand van Topsport Vlaanderen. Topsport met hopelijk Sjaasja Weemans aan in het wiel. Komt nu iemand uit? Sjaasja Weemans wint denk ik. Weemans, met de vingers in de neus. Kijk eens aan. Zo, koers zit erop. Ik heb uitgereden in het peloton. Maar het was warm. Ik denk dat het conditioneel wel goed ging vandaag. Ik kon goed volgen, maar die hoge snelheid is toch anders. Jules, wat werd je nog? Ja, lekker band laatste ronde. Ja, maar je hebt nog wel meegespeeld, toch? Ik denk 11 of zo. Toch netjes. Ja, het zat meer in, maar ja. Je was zot gekomen naar de... Zot, ja, ik was helemaal loco geworden. Helemaal... Het was een nerveuze wedstrijd, of niet? Ja, levensgevaarlijk. Ja.
Ja, ik dacht, is het altijd zo bij de profs? Ja, vooral in die kermiskoersen. Dus de mensen kennen geen limieten in de kermiskoersen. Ja. Dat is gekke werk. Ja. Maar we zijn ook een beetje gek, dus... Ja, dat is waar. Nou, je hoort het. Gekke werk. Eerste uur was echt lijp. Een paar valpartijen gezien. En wat ik zei, ik heb dus uitgereden. Daar ben ik heel blij mee. Maar Yves is echt keihard op zijn bek gegaan. Is afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus dat is wel... hopen dat het meevalt. Maar het is waarschijnlijk wel een breuk. Ik hoorde dat hij echt... aan het kermen was van de pijn, Luc is ook gevallen. Dus dat is voor een kermiskoers, zeg maar, waarbij het niet om de grote knikkers gaat, best wel zuur voor de ploeg. Ja, het is dus gelukt. Mijn eerste profkoers uitrijden, daar ben ik echt super blij mee. Heel fijn om zo te kunnen beginnen aan dit avontuur. Ik voelde me echt goed in de wedstrijd. Het ging me conditioneel goed af. Maar wat ik gewoon echt inderdaad merkte, is dat die snelheid is zo anders. Ik zat echt tegen krampen aan in de laatste rondes, maar dat heeft denk ik puur daarmee te maken. Want als ik kijk naar de vermogens, dan stelde dat niet heel veel voor. Waar ik heel blij mee ben, is dat ik ook niet zenuwachtig of nerveus was. Dus echt goed kon focussen op de koers. Na een uur tijd had ik ook alweer het gevoel dat ik wekelijks in een peloton rijd. Dus maar waar ik nog wel wat werk aan heb, is mijn positie in het peloton. Ik weet natuurlijk dat je van voren moet koersen, dat zegt iedereen. Dat klinkt ook veel makkelijker dan het uiteindelijk is. Ik heb denk ik 2 keer in de koers bij de eerste 10 gereden en ben daarna weer heel snel teruggezakt naar achter. En daar had ik echt wel moeite mee. En dat is ook veel moeilijker als je in een peloton rijdt met 170 renners die keihard kunnen fietsen. Maar dat scheelt uiteindelijk zoveel energie. Dus daar moet ik gewoon weer even aan wennen. De ballen voor hebben om er een keer keihard langs te rijden of door het peloton heen te rijden. En de conditie opdoen om dat makkelijker te kunnen. Dat is eigenlijk het grootste verbeterpunt wat ik zie. De ballen hebben om meer vooraan te rijden en ook de benen hebben natuurlijk om meer vooraan te rijden. Dat wordt eigenlijk het belangrijkste voor mijn volgende uitdaging. Zondag 6 juni, Elfstedenronde. Niet te verwarren met de Elfstedentocht voor de Nederlanders onder ons. De Elfstedenronde is een UCI categorie 1 wedstrijd, een eendaagse wedstrijd in West-Vlaanderen. Start en finish in Brugge. En daar rijden we tegen verschillende World Tour teams zoals Quickstep, Lotto Soudal, volgens mij met EF Education First. Alpes in Phoenix rijdt daar, de ploeg van Mathieu van der Poel. Dus dan gaat het profavontuur echt beginnen. Dat wordt echt iets heel anders dan wat ik nu heb gedaan. Die wedstrijd komt ook op tv, dus dat wordt echt voor het echie. Dan gaan we echt profielrenner zijn. En dat is ook meteen de laatste wedstrijd in voorbereiding op het NK wielrennen op 20 juni. Wat ook wel een mooie mijlpaal wordt in het avontuur. Dus ik zie je dan. Heb jij ook zin in een uitdaging? In de week na het NK wielrennen heb ik 2 mooie avonturen op de planning staan waar jij ook aan mee kan doen. In Moonlit Miles ervaar je de magie van het fietsen in de nacht en tijdens Lowlands Ramble laten we je kennis maken met bikepacking. Ga snel naar beatcycling.cc voor meer informatie en dan zie ik je dan.